Kredietbeoordelaar Moody's heeft de vooruitzichten voor Suriname gewijzigd in stabiel vanuit negatief. Hiermee krijgt Suriname de B2-rating. Dit staat in een persbericht dat gisteren door Moody's is uitgegeven. In het persbericht geeft de kredietbeoordelaar verder aan dat de liquiditeitsdruk of druk op de geldhoeveelheid in 2018 is afgenomen. Hierdoor ontstaat er een verlichting van de financieringsdruk in 2019 en 2020 vanwege ruimere beschikbaarheid van binnenlandse en buitenlandse financiering van de begroting. Daarnaast heeft de overheid ook geen grote aflossing meer te verrichten. In zijn vooruitblik stelt het ratingagentschap ook dat de schuld van de regering hoog zal blijven, maar dat de betaalbaarheid van de schulden zullen verbeteren vanwege het hoge concessionele deel van voorheen.